Marinus van der Lubbe werd in 1909 geboren in Leiden. Vader Franciscus Cornelis, net als zijn vader, marskramer zwervend koopman, drijft 3 jaar later weg van moeder Petronella van Handel. Zij gaat met haar 3 zoons wonen in Den Bosch, een omgeving die ze kent uit haar jeugd. Als haar jongste zoon Rinus 12 jaar is, sterft zij. De enige dochter uit hun vorig huwelijk neemt haar halfbroertje op in haar gezin, de Oegstgeest. Daar krijgt Rinus van der Lubbe, 16 jaar oud metselaar, tijdens een stoeipartijtje ongein, een lege zak over het hoofd getrokken en ongebluste kalk in zijn ogen. Op zichzelf in Leiden leeft Rinus sober van uitkeringen. Al zijn tijd vrij voor politiek. Handeltjes en baantjes mislukken, omdat hij voor de armen opkomt. Dan, in zijn 21ste, ziet Rinus een kans. Een geïllustreerd weekblad looft 5000 gulden uit voor de eerste Nederlander die over het kanaal zwemt. Rinus is een sterk zwemmer. Hij traint hard. Die zomer 1930 trekt hij naar de startplaats Calais, hangt daar een paar weken rond en komt onverrichter zaken terug naar Leiden. Na de Eerste Wereldoorlog, 10 jaar betrekkelijke welvaart, stort de kapitalistische economie in. In de crisis blijken de succesjes van het socialisme gunsten van de rijken. Arbeiders hebben hier geen macht. Het economisch beleid van de liberaal-christelijke regering, loonverlaging, steunverlaging, loonverlaging, steunverlaging, maakt een spiraal omlaag, niet meer te stoppen, steeds meer mensen in nood. Hoewel massa's mensen honger hebben, worden tonnen voedsel vernietigd. Velen tot nu onverschillig of gematigd, worden fel. Zij organiseren zich. Veel arbeiders gaan in de socialistische en de communistische partij. Tegelijk lopen de vanouds felle leden weg, omdat zij hun organisaties zien heulen met het kapitaal. Allerlei marxistisch en anarchistisch getinte revolutionaire groepen ontstaan. Half religieuze secten, die, hoewel broers, elkaar geen ruimte gunnen voor hun hoopvolle toekomstverwachtingen. Met grote inspanning geven zij krantjes uit en beleggen overal vergaderingen om steeds weer te debatteren, om de mensen in beroering te brengen. Nooit daarvoor of daarna leefden handarbeiders zo politiek bewust. Rinus van der Lubbe is halfblind, 4 jaar werkloos. Maar vol kracht en plannen wacht hij ongeduldig. Christelijk opgevoed omhelst hij op zijn 16e het communisme en doet veel werk voor de partij. Toch komt Rinus in conflict omdat hij geen straffe discipline verdraagt. Hunkerend naar actie wil hij de wereld veranderen. Na vanmorgen op de gracht mijn karkas volgegeten te hebben, ben ik om 8:30 uit Leiden vertrokken. In Kleef heb ik een jeugdherberg getroffen. Van slapen kwam pas na een hele discussie over Duitse beweging of van de winter iets plaats zou hebben, ja of nee. De eindconclusie was dat de meesten eraan twijfelden, zolang de mensen hier nog iets ondersteuning krijgen. Ik zal nu nog even schrijven hoe ik mijn reisplan denk te volbrengen. 1 maand of 2-3 weken heb ik nodig voor Constantinopel. Dan denk ik 2 of 3 maanden voor heen en terug naar China nodig te hebben, zodat ik in mei in Holland denk terug te zijn. Zo ben ik dan eindelijk in Oostenrijk. Zou ook nu weer een wonder zijn als ik helemaal goed door Duitsland zou komen. In Brechtskade heb ik 4 dagen moeten zitten, omdat ik bij een boer vroeg of ze nog wat eten over hadden, daar het 12 uur was. Enfin, ze zijn om. En ik heb weer even de tijd gehad om uit te rusten en na te denken. Mijn kameraad wilde in Marneburg blijven, om de stad te zien. Nu, toen heb ik hem gegroet en ben alleen verder gegaan. Dat is ook ons verschil.
dat hij op de wandel is, denkend hier en daar veel te zien, terwijl ik ook overal goed rondkijk. Maar toch van mening ben dat hier nog niet veel moois en beters te vinden is, daar alles nog onder de bewind van de bezittende klasse staat. Ik heb nu al 2 maal wijn gedronken. Ik dacht dat het limonade was. Hier maken de boeren overal zelf wijn. Het is wel heerlijk fris drinken, maar ik moet het nooit meer, daar het mij die dag niet goed bekomen is. Het volk is naar het mij leek niet zo ontwikkeld, doch wel lustig. Overal op het land en in de huizen hoor je veel zingen, wat op in deze nare tijd wel iets zeggen wil. Ik heb het nu al een paar middagen achtereen slecht getroffen met een beetje middageten op te krijgen. Het brood hier krijg je slechts bij hoge uitzonderingen wat op. Maar de mensen eten hier over het algemeen zelf ook veel droog brood. Ze hebben mij ingelicht dat bij de Bulgaarse grens rovers of zoiets dikwijls voorkomen. Enfin, ik ben niet zozeer benauwd. En dat kan in Europa misschien hetzelfde worden. Al geloof ik er weinig van. Als ik het in Bulgarije ook zo slecht tref als nu, dat ik alles moet lopen, zal mijn reisplan niet zo erg goed uitkomen. Waarde kameraad, in de eerste plaats moet ik je schrijven dat het autoverkeer in de Balkanlanden ontzettend tegengevallen is. En dat van meerijden met auto's geen sprake is. En omdat ik mij voorgenomen had, als het mogelijk was, de kanaaltocht nog eens te proberen, heb ik verleden week vlakbij Sofia bij de Bulgaarse grenzen besloten kalmpjes de reis terug naar Holland te gaan zetten. Daar het nu een gewone terugreis is en er geen bijzonder doel aan verbonden is, denk ik maar niet verder mijn dagboek bij te houden. Ik stuur het je daarom gelijk maar mee op, daar ik het dan niet mee behoef te slepen. Met kameraadschappelijke groeten, Lubbe. Uit iedere werkplaats 1 organisatie. Uit elke organisatie 1 raad. 1 raad uit de organen elker natie. Uit alle raden 1 gemeeneraad. Zo moet de arbeid zijn georganiseerd volgens de theorie van het radencommunisme. Een maatschappijleer die de harde gegevens van het marxisme koppelt aan het ideaal van de anarchie. Voor dit geloof strijden in Nederland enige honderden mensen. De meeste diep teleurgesteld in het verval van de Russische revolutie. Toch zijn ook zij verdeeld in tientallen sekten, erfenis van protestant Nederland. Na zijn breuk met de communistische partij zet Marinus van der Lubbe zich in voor deze groepen. Zonder nauwe banden met wie ook gaat Marinus door heel Nederland om vooraan te staan bij grote stakingen en demonstraties. Veel wil hij bestrijden. Natuurlijk de kapitalisten, de politie, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Ook de vakbonden, het parlement, de communisten en steeds meer fascisten. In deze tijd denken veel winkeliers, boeren, rentetrekkers en anderen hun klein bezit te beschermen door nationaal en kapitalistisch horen de arbeiders te verrekken. Zo'n 70 fascistische organisaties marcheren door Nederland. De meeste zullen later uitkomen in de NSB. Op straat wordt vaak hart tegen hart gevochten. Ellende maakt radicaal. De mensen zijn kwaad. Soms zien zijn kennissen Rinus weken niet. Dan ligt hij voor zijn steeds slechtere ogen in het ziekenhuis. Of is weer op voetreis. Een tweede poging om de Sovjet-Unie in te komen eindigt voor illegale grensoverschrijding 2 weken in een Poolse gevangenis. In Duitsland ziet Rinus de nazi-macht groeien. Voor het ingooien van een ruit bij het Leids burgerlijk armbestuur moet hij terug in Nederland 3 maanden gevangenis uitzitten. Alle mensen schijnen blind te zijn. Berlijn was in de jaren 20 de eerste stad van Europa. Nu speelt daar een politieke strijd die beslissend lijkt voor de hele wereldtoekomst.
In steeds toenemende spanning staan tegenover elkaar drie georganiseerde massa's. Communisten, sociaaldemocraten en nationaalsocialisten. Veel zal worden kapotgemaakt. Naast elkaar kunnen deze mensen niet bestaan. Sinds de Eerste Wereldoorlog heerst in Duitsland een bestuurschaos. Verkiezingen veranderen niets. Massa's mensen laten het onverschillig wie hen besturen. De nazi's bouwen aan een geuniformeerd en bewapend partijleger, de SA. De communisten hebben ook zo'n leger, wel minder uitgerust. Maar de verschrikkelijke werkeloosheid levert betaalde liefhebbers in overvloed. Bij de vechtpartijen op straat vallen elke dag doden. Wie grijpt de macht? Wie avontuurlijk is en van politiek houdt, trekt naar Berlijn. Net één dag uit het ziekenhuis leest Marinus van der Lubbe in de krant hoe Adolf Hitler zonder tegenstand rijkskanselier werd. Nemen de nazi's de macht over zonder dat iemand protesteert? Diep geschokt loopt Rinus naar Berlijn. Februari 1933, dan 24 jaar. In Duitsland ziet hij een volk zonder weerstand. Hitler mag regeren als hij maar rust en orde brengt. De mensen zijn moe. Volgens een later opgesteld politieprotocol wil Rinus iets doen om zijn kameraden op te wekken voor de verkiezingen van volgende week. Rinus probeert brand te stichten in een stempellokaal. Het mislukt. Rinus probeert brand te stichten in het raadhuis. De schade is klein. Rinus probeert brand te stichten in het Berliner Schloss. Het vuur wordt snel geblust. Natuurlijk ook Hitler en zijn staf weten hoe beslissend de verkiezingen kunnen zijn. Zij zoeken een aanleiding om de communisten kapot te maken. Zondag gaat Marinus van der Lubbe 20 kilometer naar het westen. De volgende dag komt hij terug naar Berlijn. Als doel is nu gekozen het parlementsgebouw. Stak van der Lubbe deze grote brand alleen aan? Of samen met nazi's? Of met communisten? Of met nazi's vermomd als communisten? Of onder hypnose van onbekende macht? Maandag 27 februari 1933, 's avonds om 9:15, wordt Marinus van der Lubbe gearresteerd in de brandende Rijksdag. Hitler beweert voor de radio dat de brand het begin is van een communistische staatsgreep. Rijkspresident Hindenburg tekent verordeningen die van Duitsland een politiestaat maken. Die nacht nog worden minstens 5000 politieke tegenstanders gearresteerd en vastgezet. In de cel merkt Marinus pas later iets van het vervolg van de Rijksdagbrand. 1 Duitse en 3 Bulgaarse communisten zijn ook van brandstichting beschuldigd. Rinus weet hoe ze onschuldig in gevaar zijn. 10 maanden wordt hij dag en nacht fel licht in zijn cel bekeken. Steeds meer verdoofd trekt hij terug in zichzelf. Het Rijksdagbrandproces wordt een internationale propagandaslag waarbij veel meer dan 5 mensenlevens zijn gemoeid. Hitler wil de justitie laten bewijzen hoe zijn terreuractie in de brandnacht noodzaak was om een communistische staatsgreep te voorkomen. Moskou komt met bewijzen dat de nazi's brand in eigen huis stichten om daarna hun tegenstanders te beschuldigen en te straffen. De Hitlerversie houdt geen stand. De 4 medebeklaagden moeten worden vrijgesproken. De Moskou-versie wordt door een groot aantal feiten gesteund en onthult zo'n kwaadaardig plan makkelijk te plaatsen in Hitlers machtsstrijd. Beide versies steunen op het uitgangspunt dat een groep de brand stichtte. Nooit zijn medeplichtigen gevonden. Tot aan zijn dood zegt Marinus van der Lubbe: ik heb het alleen gedaan. Over het aanstichten van de Rijksdagbrand, waarvan de schade binnen weinig maanden was hersteld, is niets met zekerheid voor goed bewezen. Een tekst uit 1934. Jongen met je wankel hoofd, aan de beul vooruit beloofd. Toen je daar je lot verbeide, stond ik wenend aan je zijde. De operette duurde lang, van het wraakhof naar het gevang. Van het gevang weer naar het hof, in de boeien van de mof.
40 haarden dorst je ontsteken. 1000 haarden zou men wreken. Maar je beulen stonden paf toen je zweeg tot in het graf. Dokters, rechters, procureuren, allen zijn je komen keuren. Allen vonden je perfect en toen heeft men je genekt. Het had de koningin behaagd dat je gratie werd gevraagd. Maar voor zulk een vieze jongen wordt meestal niet aangedrongen. Lang heeft men geprocesseerd wat in mens het meest onteert. Hangen, branden, vieren delen of gewoon als varken kelen. Toen heeft men het mes gekozen om je toch eens te doen blozen. Want zo'n gala met wat bloed doet een hakenkruiser goed. Holland vraagt nu onverdroten of je niet werd ingespoten. Maar die vuige, laffe moord vindt het minder ongehoord. Moog je geest in Leipzig spoken tot die gruwel wordt gewroken. Tot je beulen, groot en klein, door den rust vernietigd zijn. Zo ging Marinus van der Lubbe de geschiedenis in. Een stomme, misbruikte metselaar. Toch brandt in mijn verbeelding een ander beeld. Een avontuurlijke jongen die over het kanaal wilde zwemmen. Die te voet half Europa afreisde. Een gewoelige jongen die niet besefte hoe de feiten anders gaan dan een mens vooraf kan denken. Een sterke man, naïef en vol vertrouwen. Die zonder vrouw al zijn kracht gaf aan de revolutie waarvan hij veel goeds verwachtte. In Rinus' leven mislukte alles. Behalve dit. Tientallen jaren na zijn dood ken ik hem als een ware kameraad.